In maart kwam het bericht naar buiten, Full Collar gaat het niet worden dit jaar. Ja. Kogels door de kerk, Full Collar gaat wel door. Ja, dat klopt. En daar zijn we eigenlijk hartstikke blij mee dat het toch door kan gaan. In maart zag het er uitermate somber uit. Op basis van de verder ingekrompen subsidie van de gemeente. Plus het afhaken al eerder van sponsoren die gewoon andere keuzes maken in deze tijd waarin het economisch allemaal wat lastiger wordt. Dus toen hebben we gewoon een hele zakelijke afweging gemaakt en gezegd van het gaat het gewoon niet worden. Ja, een ton is het niet geworden. 30.000 was het bedrag. Waar we nu op zitten is ongeveer 30.000 en dan vooral dankzij de sponsoren. Daar moeten we gewoon heel eerlijk in zijn. Gemeente 11.000. Als je dan rekening houdt met het feit dat je aan verplichte faciliteiten voorwaarden, zoals hekken, verkeersregelaars, EHBO, beveiliging, toiletgebouw die neergezet moet worden, ben je al de helft van dat bedrag kwijt. Nou, dan blijft er weinig over om een festival in elkaar te zetten. Ja, er zijn afspraken gemaakt met de Regiobank. Die afspraken die zijn ook voor meerdere jaren gemaakt. Ja. 25e verjaardag Full Collar gaan we redden? Absoluut. Absoluut. De Regiobank heeft zich in ieder geval voor 3 jaar vastgelegd, buiten dit jaar. We kunnen zeggen het is misschien wel een wake-up call voor de gemeente, maar misschien is het ook wel voor de gemeente. Zegt van ja goed, jullie kunnen op je eigen benen staan, red jezelf er maar mee. Ja, inderdaad, beide kan. Wat ik belangrijk vind is, hoe heet het, dat ik hoop dat door de enorme respons vanuit de Emmense gemeenschap, zowel van gewone burgers als zeg maar van de middenstand en het bedrijfsleven, dat bij de gemeente is doordrongen van het feit dat Full Collar echt bij Emmen hoort. En toen kwam vanochtend nog dat ene telefoontje, er kwam nog een duit in het zakje. Ja, je weet, Emmen is culturele gemeente en we hebben speciaal met het oog daarop hebben wij voor dit jaar iets heel bijzonders bedacht. Dan denk ik, Full Collar is zo cultureel als maar kan, maar het Fonds Culturele Gemeente wil toch iets bijzonders. Wat nu gaat gebeuren is dat op het festivalterrein op 3 plekken worden er kindermuziekworkshops gehouden met niet-westerse muziekinstrumenten. Nou, voor muziek is dus geregeld, begrijp ik. Hoe zit het met de inwendige mens? Bij een cultureel festival hoort natuurlijk eten. Ja, klopt. Nou, ik denk dat we ons geen zorgen hoeven te maken, want met name de buitenlanders, de buitenlandse snacks, die zullen weer volop aanwezig zijn. Daar kan iedereen van genieten.